buigen of barsten, zeggen we dan. Ja. Geen deur. Ja. We laten ons niet wegwaaien. De jubileumeditie van het knalbal in Halle op Oudjaarsdag gaat gewoon door. Met man en macht werd er gewerkt om de tent op tijd gereed te krijgen voor de 25e editie. Het was nog even spannend, de tent waaide vlak voor kerst namelijk op een andere tent. Op de mensen die het gezien hebben heeft het indruk gemaakt. Ik heb het zien gebeuren en ik stond buiten en ik zag van de Aaltense weg af. Ik zag me daar een heel wit, heel raar iets helemaal aankomen. Stopte voor Wossingenboer, zeggen we altijd, voor het hoofdhuis. En die dacht, ik ga links of ik ga rechtsaf. En ik ging naar de tent en hij beurde zo de tent op. De vloer die je met heftruck moet leggen en die heel zwaar is. En het was net een dominospel. Ploep, 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 ploep. En het was weg. Het was een grote zooi. Onverstoorbaar. Echt, alles lag op kop. Alles lag rond. Alle kerstballen, alle kerstversiering. Alles afgeknapt. Dus ja, één bende, zeg maar. Dat er niemand gewond is geraakt, kan gerust een wonder genoemd worden. Mijn man was in de tent en er waren nog twee ouderen van het Heidehuis waren in de tent. Die hadden vlot het besef om in de toilet in de zeecontainer te stappen. Mijn man die was al buiten, Gerwin, een andere jongen van Knalbal ook nog. We waren net allemaal op tijd eruit en alles was gelukkig. Half uur later was het anders geweest. Waarom? Omdat dan de kerstmarkt begon met alle kinderen, ouders, opa's, oma's, iedereen die allemaal kwam kijken. Ja, dat is zeker een geluk bij het ongeluk. Ze zijn ook allemaal blij van dat het nu gebeurd is dan. Gelijk na de gebeurtenis heeft het hele dorp er de schouders onder gezet. Ja, ondanks, of met alle vrijwilligers en alle mensen van school hebben we alle rommel en alles van de tent wat kapot was opgeruimd. En hopen we nu weer een mooi feest te kunnen gaan vieren, zeg maar. Er worden nu extra maatregelen getroffen tegen de wind. Al is tegen dergelijke wind als voor kerst weinig te doen. In principe is het onmogelijk. Die dag toen dat gebeurde, hebben we later ook met elkaar over gehad. We hadden shovels en van alles. Maar had nog de wind het zo gepakt, dan was het nog omhoog geschoten. Nou doen we wel overal van die grote stenen en waterdingen aan om het gewicht een beetje te houden. Maar het is nog, als de wind het pakt, kan je niks tegen doen. De hele situatie krijgt mogelijk een nare nasmaak. Het lijkt er namelijk op dat de organisatie niet bij de verzekering aan kan kloppen. We zijn tot windkracht 6-7 verzekerd en daarna zo'n valwind, dan is het weer, dan doen de verzekeringen weer heel, of je moet ontzettend veel betalen, dan denk je, nou, ik ga geen tent meer zetten, want dat heeft geen nut. Dus dit is, dan wordt nog weer een beetje een nare kwestie. Dus we hopen dat ook met de crowdfunding, de jongen van de tent daar ietsjes krijgt hij van, heeft de school gezegd, we gaan gewoon delen. Nou, en de rest moeten we gewoon de schouders maar weer onder. En dan, ja, dan ben je helaas weer ondernemer voor. En dan probeer je toch weer de boel weer op te bouwen.